Deze nieuwsuitzending betreft de liegende priester, deel 4. Het gaat over deze man. Je hebt de eerste uitzending misschien al gezien. Hij heeft hier dan een baard. Maar met een baard kan je ook liegen. Ik pak nu op goed geluk een andere leugenpartij van hem. En de titel is Finding God in Darkness. Ik zal hem eventjes highlighten. Oh, dat gaat niet. Kan het nou? Nou, gaat het maar lopen. Ja. Het geluid staat uit, dus dan gaan we even corrigeren. The 90s when they had frosted tips on the hair in their heads, I just thought, like, I don't want to dye my hair, but I will frost the tips here. You know, I'll do that because I want it that way. Because I want it. Anyways. Wat een homo, hè? Waar heeft hij het over? Okay, here we go. Kijk, en dit gaat dus niet. Dit is de leugen. Want God kan je niet vinden. God vindt jou. Dat is het antwoord. En het zelf vinden van God, dat kan niet. En deze vieze, vuile, smerige, baardharige katholiek, die gaat grapjes lopen maken over de Bijbel. Ja, hij gaat berouw. Hi, my name is Father Mike Schmitz, and this is Ascension Presents. So, a little while ago, I did a video on purgatory. And so, in that video, in the notes, there are some links to some arguments. Even purgatory, dat heet op zijn Nederlands vage vuur. Het heeft te maken met een verblijfplaats van de overledenen die gezondigd hebben. En dat de bestaanden, die kunnen geld betalen. Ik krijg de slappe lach. Sorry. Ik was net zo serieus bezig. Maar ik... Sorry. Ik moet... Straks... Nee, maar hallo. Deze, die noemt zit. Oké, Peggy, tot rust komen. Ja, gewoon rood in en blauw uit. Het is toch echt verschrikkelijk. Je mag niet liegen. Oh. Dat is een punt. Maar je mag niet liegen. Ja, je kan... Ik kom echt niet naar mijn woorden. Waar moet ik beginnen? Finding God in darkness. Het vinden van God. Dus God gevonden hebben in duisternis. God vinden in duisternis. Maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Deze man, die weet niks van de Bijbel. Waarom heeft hij dan een zwarte jurk aan met een wit boordje? Als je niks weet van de Bijbel. Ja, want ik ben vader. Ik ben vader Mike Schmitz. Ik ben echt ontzettend, vader Mike Schmitz. Ik heb een opleiding gehad van 8 jaar, dus mij kan je vertrouwen. Ja, wat ga je nou meer liegen, homo?
arguments, you know, scriptural arguments, as well as some historical and theological arguments for the existence and reality of purgatory. And I invite you to take a look at that. I'm just going to presume in this video that that you understand that purgatory is real, that it's a place of purification. What is it? We know as Christians that Jesus Christ... As Christians? Homootje, jij zit met een zwarte jurk, met een wit boordje en een mooie getrimde baard een beetje te liegen en te zeggen dat Jezus die sprak overdreven woorden. Ben jij een christen? Nee, jij urineert. He took away the eternal consequences of sin. The eternal consequence of sin being hell. But there are such a things as temporal or temporary or in time consequences for sin. We all recognize this, and this is a very interesting thing, is that we recognize, yeah, there's eternal consequences for sin, a.k.a. hell. Nou, er is één consequentie van zonde, en dat is dood. Punt. En is de dood eeuwig? Nee, de dood is het einde van je leven. Je gaat schaken... En dat gaat hartstikke goed. En toen ging je vals spelen. Dat heet zondigen. Je wilde winnen. Koet kakoet. Terwijl als schaker... Even naar schaken terug. Om dat even zuiver te houden. Want ik lig niet. Het schaken, het spelen van een spel... Dat doe je om het spel. En niet om te winnen. Want als je wil winnen... Dat is zonde. Je speelt om te spelen. En je probeert zoveel mogelijk weerstand te geven. En zo lijkt het alsof je wil winnen. Dus iedereen denkt, wow, dat is een zondaar, want ja, hij heeft weer gewonnen. Nee, jij wilde weerstand geven, want die ander wil een spel met jou spelen. Ik praat er geen Frans of zo. En deze viespeuk, het even uitleggen. In het Nieuwe Testament staat een parabel van Christus Jezus... wat verhaalt over de goede herder, de good shepherd. Die had 100 schapen. Dan kan je gelijk tegen inbrengen van, ja, is dat wel echt gebeurd? En waren het wel 100? Daar gaat het niet om. Het is niet een verhaal binnen een context. Het gaat over 100 schapen. En aan het einde van de dag was hij 1 schaap kwijt. Toen heeft hij de 99... Luisteren naar de getallen. De 99 in de steek gelaten. En is op zoek gegaan naar dat laatste, die 100ste. Dus God vindt jou of hij vindt jou niet. En als God jou niet vindt, dan ga je luisteren naar zo'n homo in een zwarte jurk met een wit boordje en een boordje. Dat laatste was plat, hè? Een baardje. But there's also temporal consequences for sin, that we experience the effects of it in our lives. One of the consequences of sin in our lives is we don't love how we should, right? We love the wrong things or we love the right things wrongly, right? It just becomes one of those things where our hearts need to be purified. Our love needs to be purified. Meuk, hè? Either in this life or in purgatory. In order purgatory. To be able to do what? Een vagevuur. Wat is een fucking vagevuur? Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Dat heeft hij zelf verzonnen in zijn eigen stomme aardappelhoofd. In order to be able to love God as he deserves. Because I know this about myself. Het liefhebben van God zoals hij verdient. Ik laat even een pauze vallen. Hoezo moet je God liefhebben? Christus heeft gezegd, je moet je naaste liefhebben. Je moet je vijanden liefhebben. Je moet medelijden hebben met al die klojo's. Dus ook medelijden hebben met, laten we even zijn naam oplezen. Want hij is toch een katholiek, dus dan mag je zijn naam wel noemen. En hij heet, even kijken waar zijn naam nou staat. Ja,
vader Mike. En dan met die Duitse achternaam. Wat is dit? Even if I'm in a right relationship with God, right? So I'm in a state of grace. I don't love God as he deserves to be loved. Ja, heb God niet lief te hebben. Nog een keer. Gewoon, hij blijft het maar herhalen. Dat je God moet lief hebben. Je moet God helemaal niet lief hebben. Je moet respect hebben voor de ellende waar jij in zit. Dat je omringd bent met leugenaars als vader Mike Schmitz. En dan mag je zeggen, well, God, ik ben je een klootzak. Dat mag. En God liefhebben heeft geen enkele zin. Niet als je de geschriften gelezen hebt. Kan jij je voorstellen dat jij je aanmeldt? Nou, even als parabel, hè? Ik probeer even de Jezus uit te hangen. Stel, de wereld is Apple Computer. Dat bedrijf. Met Steven Jobs aan het hoofd. Jij krijgt daar een baan. Wil jij Steven Jobs lief hebben? Denk je dat Steven Jobs op dat moment... Hij is dood, hè? Denk je dat Steven Jobs op dat moment had gedacht van... Oh, maar rare Joris Klojo van de Tino, die houdt van mij. Die geef ik een baan. Nee, natuurlijk niet. Heb je wiskunde geleerd of ben je vergeten om te weten wat natuurkunde inhoudt? Nee, natuurlijk wil Steven Jobs niet dat je van hem houdt. Steven Jobs wil van dat je voor hem werkt. En niet praatjes gaan lopen maken. Speltheorie heet dat. Dat is wiskunde. Heeft te maken met management. De eigenaar. En God is de eigenaar. En wil God dat jij van hem houdt? Nee, helemaal niet. God wil dat jij in leven blijft. Met een nadruk op leven. Met een hoofdletter L. Zo is het. En niet anders. En deze smeerlap die ligt er tegen weg. And so what the spiritual life is for, in many ways, and what purgatory is for, if it doesn't happen in this life, is for one's love to become purified. For one's love, for one's heart to be able to love God like he deserves to be loved. And also how you're made to love God. And so, again, that's what purgatory is. But you don't actually have to go to purgatory for that to happen. In fact, God wants to do that in this life. He wants to purify your love. Kind of the classic way that it's been described by a lot of like... What? He wants to purify your love? Waarom mogen dit soort kleuters op gelden van de katholieke kerk deze kleuteronzin verkondigen? En het heeft, ik zit er nou te kijken, 3,1k aan likes. Dat is 3000 likes. Waar zijn die dislikes? Dat zijn er maar 37. Waarom is iedereen zo katholiek? Zo universeel? Waarom is iedereen zo globalistisch? It's amazing, Jim. Het is verbazingwekkend. Jan? Of Jimmy, ja. Ik heb er echt geen woord aan toe te voegen.
really big time saints has been defining the three ages of the interior life, or the three ways of the interior life. Here's kind of some technical terms. There's what you call the purgative way. It's what most of us are in right now. It's probably we're wrestling with some big deal sins, but you're kind of really battling them out. You're choosing God, but sometimes you fall back. You have to go to confession because you know you keep slipping up. But you're experiencing some highs in the spiritual life, and you're experiencing some kind of lows in the spiritual life, dryness and distraction in prayer. That's the purgative way. Purifies you, right? The second way, or second age, is called the illuminative way. The illuminative way is marked by at least two different, what they call dark nights. Not Batman, but the dark nights, N-I-G-H-T-S's. Dark nights of the dark night of the soul and the dark night of the senses. Senses comes first, then soul. I'll talk about that in a second. And then there's what they call the unitive way. And that's after passing through all of this, one experiences this kind of union with God, because they love God as he ought to be loved, as best as they can by his grace in this life. Okay, so the purgative way, the illuminative way, and the unitive way. Okay, so what is this all about? Well, I like to describe, or to kind of like imagine these three ways, because that sounds very abstract, right? Let's make it concrete. Imagine there is a boat, and the boat is on the shore of some water, or the shore of like a lake, whatever kind of thing, right? And so you're not in the boat, but you have to push the boat. You have to move the boat out into the water. Now, in the purgative way, what happens is there's kind of the water, the waves are kind of lapping the shore, right? So every time the waves come in, the boat lifts up a little bit and you can push it out. But then the waves go out and it's like a little bit harder. And so imagine sometimes it's really easy. That's the moment of grace and just be lifted up. And sometimes the water goes out and it's like, ooh, it's not really moving very far. That's what you and I experience a lot of times when it comes to dryness in prayer, when it comes to spiritual desolation. Desolation is that kind of what you might call spiritual darkness in prayer. We don't feel anything. So you can push, but it's like, I don't feel like anything's going anywhere. And that's the purgative way in some ways, right? Because it's, you feel grace and you go, oh, moving forward. It seems like, oh, it seems like there is no grace. I'm on boat. If a person keeps pushing in that, they get to this place called the illuminative way. Now, in the illuminative way, there's a couple moments of like a powerful consolation. We might even say that like the tide comes in and it's like, oh my gosh, I can move this boat without even hardly pushing on it, because just God is doing something in my life with this great consolation. Now, what God is doing in that great consolation is he's revealing to you two important things. One is that he's real. Two, that you can trust him. Because where he's leading you is what is called the first dark night of the senses. Now, the dark night of the senses is, you can imagine, you go to prayer and you don't feel anything. Like you go to show up for prayer, like, wait, this used to be really helpful for me. I used to read scripture and set my heart on fire. I used to do the Stations of the Cross and was just so moved by the Lord's passion. I used to go to Mass and just be so engaged. But right now, I feel dryness. I feel emptiness. I'm not getting anything. And what the boat image could be is that the tide goes out. So again, at first there was grace, right? Consolation. The tide is in and you just float that boat as much as you want. But the tide goes out. Here the boat is on the earth and you're just like trying to push this thing, but it's not going anywhere. You can see the water and you're like, in fact, just get to the water. It'll be a lot easier. So you just keep on pressing. Now what happens is, if a person continues to be faithful in that, because desolation in and of itself is not a good thing. Like desolation in and of itself doesn't do anything. If we're in a moment of desolation and we continue to lean into the Lord, that's what does something. Okay, so God's grace, we continue to act, we continue to choose God, we continue to pray, we continue to do good works. These are things that combat desolation. So, the tide comes in. That was the first dark night, the dark night of the senses. Tide comes back in, and again, God reminds you, okay, he's real, and he's good, you can trust him. And then what happens is the dark night of the soul. And my image for the dark night of the soul is, the tide goes out, but it doesn't just kind of go out so you can see it in the future, or see it in the distance. The tide goes out so far that it seems like I'm in the middle of the Sahara Desert. And I'm supposed to push this boat, and it feels impossible. And okay, now, this is the thing, in the dark night of the senses, you can still see the tide, you can still see the water. Similarly, when we're in the dark night of the senses, we say, okay, I'm not getting anything in prayer, Lord, but I'm going to choose you, because I know that ultimately, you're going to bring me into your presence. Ultimately, you're going to bring me into heaven. Well, the dark night of the soul is, the water's gone. And there's no way, it's not anywhere in sight. And the person perceives ziel, that jongen? They're tempted to. Even terug naar meneer die zichzelf vader laat noemen, omdat hij een zwarte jurk aan heeft met een wit boordje. Dat is dus vader, Mike, die Duitse achternaam.
Ja. Schmitz. Hij ligt. En dat had hij moeten weten. Want hij heeft een Duitse achternaam. Dus hij komt uit Duitsland. Hij had moeten weten van Martin Luther. Hij had moeten weten van die aflater. Hij had daarvan moeten weten. En zo niet. Hij heeft Nietzsche niet gestudeerd. Hij heeft Schopenhauer niet gedaan. Hij heeft Immanuel Kant niet gedaan. Hij heeft, laat staan, Martin Heidegger. Een totale taaldumbo. Nee, dit is een goed nieuws voor de katholieke kerk. Dat ze dit soort idioten, dit soort ezels aan het woord laten. You have the sense of like, there is no hope and there is no heaven. But even in the fact that there is, the fact that I feel like there is no hope and I feel like there is no heaven, I'm still going to choose God. I'm still going to push on this boat. I'm still going to show up for prayer. I'm still going to choose God. Dat slaat nergens op, mensen. Om het maar even op z'n West-Hollandse zeggen. Mensen, dat slaat nergens op. Je kiest God niet. God kiest jou. En voor de rest ben je al helemaal vervloekt. Als jij het verloren schaap bent en God weet jou niet te vinden, dan ben jij dood. Dan ben je een barbecue. Hoog uit. Een barbecue veroorzaker. En deze smeerlap, die gaat de Bijbel door de stront roeren en alles in twijfel trekken, want hij is van de katholieke kuddekerk. Die gedachte van, nou, de schapen die achter de herder aanlopen, dat zijn de gezegende. En de schapen die er van afdwalen, die worden maar opgegeten. Maar God is niet zo. God gaat op zoek naar het verloren schaap. Oh, wat zou ik het fijn vinden om deze man een halve liter wodka in zijn nek te gieten. Of intraveneus, of we doen het in zijn anus. Dat hij helemaal dronken is en dan een camera erop. Ergens in een kelder in de Achterhoek. En de voertaal is Engels en hij mag spreken. That belong to Jesus. Even if I never get heaven, I'm going to still choose him. And what the Lord is doing in that moment of the dark night of the soul is he's purifying that love even more. That's what has to happen. Right? If you're for your love and for my love for God to become the kind of love that can step into heaven, we have to choose him even in darkness. We have to choose him when we don't feel consolation. We have to choose him when it feels like desolation. Why? Not because God is testing you. Like he's saying, like, I wonder how long they can hold on. Not because God is saying, like, I wonder, let me see how far they're willing to go. That is not the point. The point is, my heart can't be the kind of heart that gets into heaven if I love God just for his gifts. So at some point, he has to stop giving the gifts. That's why right now, even sometimes in your prayer, there's this desolation. You're like, well, I don't feel anything. Yes, perfect. That's a really good moment. Because why? Because that's a great moment. You get to choose God for his sake, not for his gifts. When you feel desolation, again, desolation in and of itself is not good. And the man, but desolation, but choosing God in the midst of desolation is a huge good. In that time of darkness of the senses, I'm not feeling anything, but Lord, I'm just going to lean into this. And the dark night of the soul is, God, even if there's no heaven, even if like I never get there, I'm going to choose you because I'm not even choosing you for heaven. I'm choosing you because you are God and you deserve to be loved. Now, that's what is meant to happen in this life. That's why if you experience dryness in prayer, don't despair. Like, that wasn't supposed to rhyme. But if you experience this darkness and dryness in prayer, do not give up. That's the time to lean in and to be able to say, okay, Lord, you're doing something in my heart right now that you couldn't do without this dryness. Let me just sidebar here quick. Spiritual desolation and depression are two very different things. I heard a Catholic psychologist or psychiatrist, I can't remember, talk about the distinction. He said spiritual desolation or spiritual darkness has to do with only with your spiritual life. Like only when it comes to prayer and whatnot. Depression, it's kind of this pall casts a darkness over your whole life.
So that's maybe a helpful way that some of you can make a distinction. Am I in spiritual desolation or am I experiencing depression? So what am I talking about? What I'm talking about is this is God's work in your life that he wants to do right now. Jesus Christ took away our eternal consequences for our sin, hell. He made it possible for you and I to have access to the Father in this life and in eternity. But we still have these temporal consequences. When we go through spiritual desolation and continue to choose Jesus and continue to choose to love God for his own sake and not just for his gifts, your heart is becoming the kind of heart that can love God forever in heaven. So please don't despair and don't give up. When you experience that dryness, just keep praying. Keep pushing that boat, knowing that the Lord who's calling you is also giving you the strength to stay faithful. He's giving you the strength to push the boat. He's giving you the strength, and he will lead you through this with a heart that's even more powerfully capable of loving him and loving others. From all of us here at Ascension Presents, this is a long video, and Father Mike Schmitz, God bless. Father Mike Smith. Jeetje, ben ik blij met die man. Dat hij dan vertelt van ja, in de Bijbel staan allemaal mooie berichten, maar dat kan je formaliseren. En dan heb je een structuur nodig met priesters en die noemen we allemaal vaders. En daarboven heb je bisschoppen en kardinalen. En daarboven de Heilige Vader. Vertrouw ons nu maar. En die oorlog in Vietnam, dit was helemaal zo vervelend niet. We hebben een paar boeddhisten zichzelf laten verbranden. Dat vonden we niet zo'n leuke. Vroeger verbranden we graag die mensen zelf. En die boeddhisten gingen zichzelf verbranden. Dat zag er een beetje stom uit op tv. Maar wij, de katholieken. We maken dat wel goed, want wij zijn jullie spirituele vader. We hebben een hele grote organisatie en mega veel geld en allemaal bullcrap, die storten we over jullie uit op het internet ook. En daarnaast hebben wij de gewone tv in de gaten en dan prediken we homoseksualiteit, oftewel sodomie. We gaan in tegen alles wat de Bijbel heeft gezegd. Wij zijn jullie vader. Onze organisatie is jullie vader. Dus die Mike Schmitz, die wil vader genoemd worden. En op weg gaan naar de Heilige Vader positie. Dat hij in de sea kan zitten. The Holy Sea. Het is fucking erg dat wij vergeten zijn om al die mensen af te slachten. En dit bedoel ik overdreven. Zoals hij, Jezus, heeft beticht dat hij overdreef. Toen hij zei, als je hand je bedriegt, dan hak je die af. Als je oog je bedriegt, dan hak je die af. Als je hand het niet doet, kappen ermee. Dat was overdreven taalgebruik volgens deze meneer van de katholieke kerk. Dat is niet overdreven taalgebruik, dat is de waarheid. Want wat heb je aan iets wat het niet doet? Kappen. Wat heb je aan iets dat jou inzicht geeft in dat wat de waarheid niet is? Kappen ermee. Dat was toch duidelijk of net? Of moet ik naar Frans gaan spreken? Moet ik echt heel boos worden? Het is toch zo eenvoudig? Eenvoudig? Heerlijk, wat een lekkere rant is dit. Ik word helemaal vrij van mezelf. Jeetje, Perry zeg. Jij zit even lekker te schelden. En waar het om gaat, is dat er iets of niets of niemand, een soort van iets, maar het is niet iets.
De oorzaak van jouw waarnemen ligt buiten het waarnemen. Iets, een ding. En Immanuel Kant heeft dat genoemd ding an sich selbst. Ding op zichzelf. Oder DAS. Afkorting. Acroniem. DAS. Das. Het dus. En Immanuel Kant heeft die taalgrap gevonden. Ding an sich selbst. Die heeft hij gevonden, dus dat kunnen wij niet meer vinden, want Immanuel Kant heeft dat gevonden. Dat is de descriptie van God. Het ding op zichzelf. Dat is God. Oftewel mijn vader. Dat jij afkomstig bent, jij als mens. Hè? Maakt me niet uit waar je geboren bent. In Zoetermeer, Heerhugowaard. Ja, maar mijn vader die maakte de hele tijd ruzie. En mijn moeder zat de hele tijd te suipen. Ja, what do I care? Jij hebt een relatie met het ding op zichzelf. Oftewel God. En hij heeft zijn woord laten opschrijven. En ga er nou maar van uit dat dat klopt. Want wat wil jij nog betwijfelen? 2000 jaar naar dato. Na dato. 2000 jaar achteraf. Een beetje gaan lopen zeuren. Oh, in de Bijbel, ja, ik weet niet hoor. Maar, ja, het ene is het ene en het andere is het andere. Ja, homo. Lees je Bijbel. En weet dat God van je houdt. Niet alleen van jou. Want jou persoonlijk, dat zal hem helemaal geen drol interesseren. Hè? Voor jou 10 anderen. Je moest eens weten hoeveel buitenechtelijke kinderen er momenteel geboren worden. En eentje daarvan, dat wordt er een. Want God is de zaaier. Dus als wij beslissen om lekker buitenechtelijke seks te gaan hebben en rond te neuken. Ja, wat maakt dat God uit? Als hij zegt, rien ne va plus. Ik ga hem even bij pakken. Dat komt hoor. Rien ne va plus. Kijk hoe ik kan vinden. Rien va plus. Rien ne va plus is het. Pak hem even bij. Dat is God hoor. Dat is het enige waar je angst voor hoeft te hebben. Wees bang voor God. Daar gaat het om. Wees bang voor de grote toeschouwer. Detect language. French. Niets is goed. Dat klopt, hè? Want niets is de descriptie van God. Martin Heidegger heeft gezegd, waarom is de oorzaak iets? Waarom niet niets? En niets is God. Goed. Dat is ons geloof. Dat is het woord van God. En rien ne va plus, dat wordt gebruikt bij het casino spelen, toch? Even kijken hoor. Even casino.
Rihanna van Pleur. Pak hem er even bij, hoor. Nothing goes any more. Nothing. Dat is de naam van God. En dan any more. Dat is een tautologie. In roulette, dat heet, zo heet dat spel. Hier staat op zijn Engels. In roulette, an announcement made by the croupier while the wheel is spinning and no more bets can be placed. Rien ne va plus. Niets gaat meer. Het is God die gaat, namelijk. Niets is God. En dat wat in de Bijbel staat, dat is inmiddels in de 19e eeuw en het begin van de 21e eeuw logisch, en daarvoor ook al, met de 18e eeuw begonnen, in Europa. Niets is de naam van God. Wij mogen hem noemen onze vader. Dat is toegestaan. En al die vrouwen zo kakelen. Ja, maar waarom niet onze moeder? Nou, dan kom je in dat Babylonische gemeuk terecht. En wil je dat? Ja, want ik ben een vrouw. En die mannen, die gaan allemaal voor mij werken. Want ik heb een leuke... Ja, ik zorg voor thee. En dan wel de eco-thee. Niets is onze vader. Call no your father. Call nothing your father. Want het niets is de naam, is de descriptie van je vader. En dan kan je zeggen, ja, maar als mijn vader van me houdt, waarom heb ik dan van die kutkinderen? Of woorden van gelijke strekking. Ja, dat begrijp ik ook wel. Maar dan nog steeds is God je vader. Hij is degene die jouw voeding geeft. Dat is jouw voeder. Voor de rest heb je nergens niks mee te maken. Sorry voor mijn grap. Want nergens niks, dat kan niet. Dat is een dubbele negatie. De liegende priester, deel 4. En hou die katholieken in de gaten. Ze hebben zo'n katholiek ingeschoven. Als president van de Europese Unie, Erik van Rompuy. Hou die katholieken in de gaten. En wat ze vooral nog meer vertellen. Met dat homohuwelijk. Nou, voor mij mogen alle homo's de brandstapel op. En dat bedoel ik overdreven. Dus, exaggerated. Dus niet dat ik letterlijk bedoel. Ja, maar dat kan ook helemaal niet. Dan moet je een brandstapel maken. En dan een homo of een paal. En dan de vuur erin. En dan van tevoren moet je die homo helemaal insmeren met vet. Dat hebben ze gedaan, hè? Gewoon barbecuen die handel. En die katholieke kerk, die zit dat sodomisme. Ja, we laten ruimte voor
Het sodom, ja, sodomie, ja, het moet wel kunnen hoor. Want Jezus Christus, die nam het wel een beetje ruim. En dan ging die overdreven spreken. En Mozes ook hoor. Of wie heeft dan dat boek geschreven met Sodom en Gomorra? Ja, wie was dat eigenlijk? Dat was ook een overdrevenaar. Want het mag best hoor, een lekker seks hebben met iedereen. Ja, als je die kant uit wil. Niets houdt jou tegen. Heb je deze goed begrepen? Niets houdt jou tegen. Het heeft twee betekenissen. Het heet ambigu. Niets houdt jou tegen. Dus als jij morgen de homo uit wil gaan hangen, de sodomie, de sodomiet, niets houdt jou tegen. Niets is ook de naam van God, wist je nog? Niets heeft geen eigenschappen, namelijk, want God is de veroorzaker van eigenschappen. Het gaat om je taalbesef, om je denken. Homo. En laat je niet beledigen door mij. Zalig. En als jij die kant uit wil gaan, dat maakt niet uit. Doe het. Ik ga lekker doorpraten in de volgende uitzending. En voor nu zag ik afs Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.